Anton Jansen erkende eerlijk dat zijn ploeg zondag goed was weggekomen met het belangrijke punt tegen AZ. De gestolen punt, zo sprak de trainer na de wedstrijd. Jansen realiseerde zich dat het degradatiegevaar nog lang niet is geweken. NEC staat weliswaar 3 punten voor op Roda JC, maar die club heeft op papier een iets gemakkelijker programma. De vlag kan dus nog niet uit, zegt Anton Jansen. Nee, absoluut niet. Ik denk dat we een belangrijk punt hebben gehaald gisteren tegen AZ, maar het is natuurlijk het is nog lang niet gedaan en de vlag kan zeker nog niet uit. Wat voor wedstrijd heb jij gisteren gezien? Nou, we hebben getracht om om de ruimtes klein te maken tegen AZ, omdat ze natuurlijk heel gevaarlijke aanvallers hebben. Nou, dat is in eerste instantie prima gelukt. We wilden ook voetballend eruit komen en met diepte, met counters. En dat is in eerste instantie lukte dat prima. Een keer met de kans van Joffrey. 1-1 tegen de keeper. Maar daarna werd dat wat minder. We zijn eigenlijk niet echt in de problemen geweest. Ja, door een penalty krijgen we een goal tegen. Daarna zijn we wat verder vooruit gaan voetballen. Ja, dan geef je automatisch ook meer ruimte weg en dus ook kansen weg. Ja. We hebben zelf wat kleine mogelijkheden gehad. Maar heel erg blij met de goal nog op het laatst. Ja. En daar wacht je natuurlijk op dat er nog zo'n moment komt dat hij goed valt. Gelukkig gebeurde dat. Hoe dan ook, NEC heeft een slag geslagen in de degradatiestrijd. Kevin Comboy was zondagmiddag in Alkmaar de gevierde man aan Nijmeegse zijde. Hij zorgde 3 minuten voor tijd voor de ontsnapping. Dat doelpunt moet dus als een enorme ontlading hebben gevoeld voor het team. Dat waren we aan Søren Riks, die een controlerende rol had vanaf de zijkant. Ja, ik denk zo. It's a very important point for us. It was nice to see that the hard work paid off. Of course, we were a little bit lucky, but when it was only 1-0, we had every opportunity to get a point. It was nice to see his goal. Yeah. Wie is voor jou de man of the match? Yeah, I think either Kevin or Dennis. I think they played a solid game. Dennis had some important saves. Kevin made the goal and played good in the central defense. One of these two. Ja, jullie staan 3 punten voor op Roda. Neem je die spanning ook mee op het veld? It's important not to think so much about the how the standing is, but we need to give 110% in every game, like we did the last 2 games. And if we do that, we get the points we need, I think.